deze beschouwing. Die gaat over de opmerkelijke en merkwaardige Bijbel. In die beide woorden, opmerkelijk en merkwaardig, daar zit het woord merk in. Heb je dat wel eens opgemerkt? Merk, hè? Je hebt ook een merk schoenen en een... Je hebt ook een merkteken. En je kan ook zeggen, merk je dat? Leuk woord, hè, merken. Ja, zo'n man en die heeft als beroep dat hij het bos ingestuurd wordt. Betaalt hem wel, hoor. Niet als Hans en Grietje, maar betaalt hem wel. En dan gaat hij bomen een merkteken geven. Dat noemt hij, dat heet blessen. Dan denk ik gelijk aan zegenen. Hè? En iedere boom die dan van hem dan een merkteken krijgt, dan denkt zo'n boom, oh, ik ben heel bijzonder. Ja, even later komt de houthakkersdienst. En dan worden al die bomen met een kruis of zo, die worden omgezaagd. Merken. Dus, en merkwaardig houdt dan in dat iets waardig is om een merk te krijgen. En opmerkelijk is dat iets dus opvalt en daarmee zichzelf als het ware merkt of zo, hè? En de Bijbel is een opmerkelijk boek. En daarmee is het waardig, is het het waard, hè, om een merk te krijgen. Een merkteken te krijgen. Daarmee is het dus logisch en gerechtvaardigd dat ik deze beschouwing over de Bijbel hou. Want de Bijbel is opmerkelijk. En merkwaardig. Het is een goede gewoonte om al mijn beschouwingen even te dateren. En het is nu 8:45 's morgens. Op donderdag 4 juli 2019. In Amerika is het een feestdag. En daar is het nu 6 uur eerder. Dus daar is het 3:15. 's nachts. Daar liggen ze lekker te slapen. Behalve de polities van New York. Die zijn nog steeds op zoek naar criminelen. Donderdag 4 juli 2019. De Bijbel is geen boek. Om te beginnen. De Bijbel is een verzameling van boeken. En dat is geen boek. De Bijbel is een bibliotheek. Een heel klein bibliotheekje. Met maar hoeveel boeken? Pak het er even bij. Ik heb er eentje. Ik heb er meerdere hier in huis. Ik heb zoals een... Ik wil even mijn microfoon verplaatsen. Dat gaat een beetje... Een beetje raar geluidje geeft dat. Net als bij de tandarts dat je kiezen getrokken worden. Kan een beetje raar geluid geven. Hoeveel boeken zitten erin? Hè? Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan is dat een 20, 22. Ik gok het even hoor. Dat is het Oude Testament. Dat zijn maar 20, 40 in het Oude Testament. Een Nieuwe Testament, 30, 25. Alles bij elkaar, ja, nog ja, bijna 100 boeken. Ongeveer. 10, 20, 30, 40, 50. Bijna 70 boeken. Dus het is een bibliotheek. Een bibliotheek van boeken die geschreven zijn door verschillende mensen.
En kijk, in het Oude Testament heb je echt, wat ik dan zeggen, zou zeggen, echte boeken. Genesis is een echt boek. Hè? Maar dan pak je het Nieuwe Testament. Pak er maar eentje. Heb ik hier Efeze. Best mooi hoor. Het is toch. Efeze 6 toch? Hè? 22, wat is het dan? Ik moet echt al die dingen uit mijn hoofd gaan leren. 12 is het, Efeze 6, vers 12. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Ja, man. Daar ben je altijd blij van. Maar dit wordt dan een boek genoemd. Maar het is een zendbrief. Van de apostel Paulus. Aan de Efeza. De Efeziërs. Staat hier de zendbrief van den apostel Paulus. Aan die van Efeze. Het is een brief, het is ook maar een paar pagina's in mijn Statenvertaling. Drie pagina's. Drie bladzijden moet ik zeggen. Ja. En in totaal is hier aan geschreven door 50 mensen. Ongeveer. Dus noem mij nog een boek waardoor 50 man aan geschreven is. Ja, als schiet jou er een te binnen, dan moet je het nu zeggen. Dan onder deze video zit een reactiesectie. Kan je zo typen de type hoor. Ja, ik weet het dus niet, hè. Er zijn een paar geschriften die in aanmerking komen. Dan denk ik aan de Veda's. En meer eigenlijk niet. Maar alleen de Veda's. En de Veda's, dat zijn de oude geschriften van de Hindoestanen. En daar weet ik niet heel veel van. Arthur Schopenhauer was een grote fan van de, met name de Upanishads. Want je hebt vier soorten Veda's of zo. Je hebt de Veda van dit, de Veda van dat. En Veda betekent zoiets als de waarheid. De waarheden zijn de Veda's. Er zitten goede dingen in hoor. Dat ontken ik niet. Waarom niet? Door in de, nog een ander boekje erbij te pakken. De Dhammapada van Boeddha. Oh, dus. Ja, dat wijs ik niet af. Maar dat haalt het niet. Dat is niet zo opmerkelijk en niet zo merkwaardig als de Bijbel. En dat vind ik ook gelden voor de Veda's. Waarbij mijn zwakke punt is dat, ja, ik weet niet zoveel van de Veda's. Dus, ja, dat, mag ik erover oordelen? Dat is dan de vraag. Ik kan dan wel zeggen dat de Veda's niet zo wijd verspreid zijn als de Bijbel. Ook daarvan heb ik dan niet echt keiharde bewijzen, maar wel een heel erg donkerbruin vermoeden hoor. Ik woon hier in Arnhem. Nou, dat is niet een hele bijzondere stad of zo. En ik loop hier de deur uit. Ja, ik woon er weliswaar in het centrum.
niet heel rijk of luxe of zo. Dit is wel een heel simpel flesje. Er zit een monumentenzorg of zo. Er stonden meer van dit soort flatgebouwen hier omheen. En die zijn allemaal afgebroken. En er zijn nu mooie juppenwoningen ingebouwd. Het is eigenlijk wel raar als je daarbij stilstaat. Dat een aantal kubieke meters waar vroeger dan, ik weet niet hoeveel gezinnen inwoonden. Daar wonen nu nog maar enkele mensen. Neem mijn flatje. Daar woon ik nu in mijn eentje. En vroeger woonde daar een gezin. Ja, 4 mensen. En nu zit ik er echt al, eigenlijk de koning te rijk, man. En ik heb nog een kamer over. Hè? Als je wilt logeren bij mij of je hebt een bed en een ontbijt nodig. Jongen, kom maar langs. Tegen een redelijke vergoeding mag jij lekker slapen. Heerlijk douchen, toiletten schoon, douchen schoon. Handdoeken, water koken, zeg het maar. Wat wil je, 's morgens koffie? Als je het even doorgeeft, zorg ik ervoor. Ik heb een oven, dus je kan croissantjes krijgen. Zeg het maar, ik maak je ontbijt hoor. Geen enkel probleem. Muesli met biogranen, jongen. We hebben hier van die winkels in Arnhem en daar kan je allemaal van die biomagnetische meuk kopen. Maar wat ik wilde vertellen, en die juppenwoningen, dan hebben ze dus, wat dan vroeger, want ik woon dus in een portiekflat en er zijn dus 1, 2, 3, er zijn er 8 van dit soort flats. Vroeger woonden er 8 gezinnen. A4 personen in de hoogtijdagen. En nu is zo'n heel stuk, is dan 1 grote juppenwoning. Echt 1 juppenwoning. Jezus. Er zijn woningen, daar kan je bij kans een lift in gebruiken. Als je naar de kamer van je kind wil, moet je 3 trappen omhoog. In je eigen woning. Ik gun het die mensen hoor, maakt mij verder niet uit. Maar ik zit nog lekker in het ouderwetse flatje. Ze hebben dit gerenoveerd, dus het blijft intact. Erg blij mee. Anyway, waarom ik erover begin. Ik loop hier de deur uit en dan ga ik naar boekhandel De Fakkel. En daar hebben ze bijbels. Bijbels. Verschillende. Je kan de King James kan je daar kopen. Die ligt op voorraad. €8,95. Die heb je een simpele versie. En je kan er denk ik ook een King James krijgen. En dat is dan weet ik zo, zo'n huwelijksbijbelachtig ding. En die is dan een stuk groter. Grotere letter. Kan je ook fijn vinden. Statenvertaling hebben ze. NBG-vertaling hebben ze. Een NBG-vertaling is. Er zitten dingetjes in. Die heb ik wel gevonden. Samen met Jurk zijn wel 2 dingetjes gestuit. Maar voor de rest er staan de NBG-vertaling. Want het Nederlands Bijbelgenootschap is een prima Bijbel. En die koop je dus hier om de hoek, als het ware. En het feit dat een King James maar €8,95 kost, dat betekent dat de King James Bijbels, die worden dus massa geproduceerd. Dat is massaproductie. Dat kan niet anders. Een King James, een Bijbel, dat is meer dan 1000 pagina's. Ja, ga jij maar naar de boekwinkel toe en koop maar een boek van meer dan 1000 pagina's. Ga eens kijken wat je ervoor betaalt. Ja. Nou zitten er op de Bijbel geen auteursrechten en op de normaal gesproken boeken wel. Maar dat is het punt niet, hè? Nee, het punt is, de Bijbel wordt en masse geproduceerd. En zeker de King James. En de Statenvertaling ook.
wat dan mijn favoriet is. Ja, in het Nederlands. En voor de rest de King James. Dus als ik wat lees in de Statenvertaling, dan pak ik altijd nog even de King James erbij. Of ik moet het echt gelijk in één keer snappen. Denk, oh ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk is het simpel. Maar meestal, dan pak ik nog even de King James erbij. Elektronisch dan, hè? Via internet. Even checken. Ah, je weet nooit wat goed voor is. Hè? Zoals die oude Romeinse heerser zei. Vertrouwen is goed hoor. Maar controleren is een heel stuk beter. En dat is ook zo. Daar had hij, wie was dat? Marcus Aurelius of zo? Ik zou zelfs durven te zeggen, vertrouwen is een onhebbelijke gewoonte. En controleren een noodzakelijkheid voor overleving. Maar dit terzijde. Ja, we hebben het over de opmerkelijkheid en de merkwaardigheid van de Bijbel. Dit noem nog eens een boek wat je van meer dan 1000 pagina's wat je gloednieuw kan kopen voor €8,95. Is er helemaal niet. En dat op zich zegt niks. Je kan het hier hebben over een massahysterie. Het is altijd wel een uitvlucht te verzinnen. Maar toch moeten wij opmerken met z'n allen dat er geen enkel ander boek is. En dat geldt dan ook voor de Upanishads. Een onderdeel van de Veda's. Ik denk als je de Upanishads wil kopen, dat je nou een vermogen kwijt bent, hoor. En het is dan Hindoestaans, dus ja, het is dan logisch dat je dat niet hier in Arnhem kan kopen. Of dat je dat niet hier in Europa kan kopen. Maar ik vraag het me af of je dat in New Delhi wel kan kopen. Zo makkelijk als dat ik hier in Nederland een Bijbel koop. Ik vraag het me af. Nogmaals, ik weet het niet. Ik zou ervoor naar India moeten. Maar dan moet ik ook Hindi leren. Nou ja. En de Bijbel is vertaald. Hè? De drie belangrijke Europese vertalingen zijn de King James natuurlijk, de Statenvertaling. En sinds het jaar 2000 hebben we daarbij de Schlachter 2000. Dus wij hebben drie vertalingen die onderling corresponderen. Der een dingetje. Ja, een kniezoor die daarover valt, vind ik. Hoor. Ja, ik vind dat cool. En dan heb je natuurlijk nog de Bijbel ook in het Frans en in het Spaans en in het Portugees. En gaan we door. Het is, het meest vertaalde boek. Dus als je het hebt over boeken, die ga je rangschikken. Gewoon sorteren is dat. En je sorteert op aantal pagina's, waarbij dikste boeken, dikkere boeken meer naar boven gaan. En je sorteert op het aantal vertalingen. En je sorteert op het aantal exemplaren ooit gedrukt. En je sorteert op het hedendaags aantal exemplaren, wat dus nog steeds gedrukt wordt. Elke maand. Hè? Alleen maar daarop staat de Bijbel bovenaan. Dus je hebt wel zoiets en het heet dan een bestseller. Dit is denk ik zelfs een Nederlands. Ja, dat is een Nederlands woord geworden. Je moet zeggen een
topverkoper. Zo. En boeken worden dan aangeprezen van ja, deze moet je lezen, want het is een bestseller. En een bestseller, die moet je lezen, want het is een bestseller. Dus kennelijk is dat een positief predicaat. Dus als een boek goed verkoopt, dan is het daarom goed. Maar als dat zo is, en dat is dus kennelijk zo, want bestsellers worden heel goed verkocht. Dus ja, vind je het gek dat het een bestseller is? Als je maar één keer een bestseller bent, dan gaat iedereen zeggen, oh, dat wil ik ook, ik wil ook een bestseller. Ja, dan wordt een bestseller als vanzelf een bestseller. Als dat zo is, hè, dat het dus gaat om de bestsellers, ja, dan is de Bijbel is dé bestseller. Ja. Dus dan is dat argument van ja, het feit dat de Bijbel bovenaan staat, als je kijkt naar het aantal pagina's en het aantal exemplaren ooit over de toonbank gegaan en het aantal exemplaren wat maandelijks heden ten dagen nog steeds wordt bijgedrukt. En dat dan wegdoen als ja, dat is een gevolg van massahysterie. Ja, dat staat dan haaks op het feit dat bestsellerromans worden ook veel verkocht. En dat noem je er ook geen massahysterie. Nee, de romans van Karen Slaughter, die lees je wel. Ja, dat is een bestseller. Iedereen leest die. Nou, ik ook. En dan kan je tegenin brengen van ja, maar zo'n roman van Karen Slaughter, dat ken je vast wel, hè? Zo'n, ik weet niet wat voor een nationaliteit zij is, maar die schrijft dan van die thrillers. En die misdaadromans. Met zo'n begin waarin gelijk van alles aan de hand is. Ik denk van wat is er aan de hand? En dan ja, gelijk al geruchten over een misdrijf in een... In het eerste hoofdstuk, nou, dan gaan we echt helemaal regelrecht los. En dan gaat dat bloed vloeien over de pagina's. Nou, en dan krijg je meestal een stukje, dat wordt het verhaal eigenlijk opgebouwd. En dan begint het lekker rustig. En dan komt de langzame ontwikkeling naar het einde toe. Ja, leer mij hoe een roman in elkaar zit. En mensen zeggen dan, ja, dat is dan de tijdverdreef. Ja, dat is het ook. Meer niet. Tijdverdrijf. Ja, je kan zeggen, ik oefen mijn vermogen tot lezen ermee. Ja. Maar moest jij dat nog oefenen? En waarom oefen je je vermogen tot lezen niet op een aantal pagina's met inhoud? In plaats van de fantasie van een of andere miep. Ja, ik kan ook van alles verzinnen hoor. Je hebt zo'n schrijver, hij is toch dood inmiddels? Harry Mulisch of zo. En die heeft een boekje geschreven, dat heb ik hier in huis. Het heet Het Zwarte Licht. Een best aardig boek. En dat heb ik recentelijk... heb ik dat opnieuw gelezen. En toen dacht ik... jeetje. Dit vond ik vroeger een opmerkelijk boek. En nou vind ik het helemaal niks. En met de kennis die ik nu heb, hè, de levenskennis, dan denk ik, ja, 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 zo kan je ook een roman in elkaar flansen. Zo, hoe maak je een roman? Nou, men nemen een idioot uitgangspunt, wat brute verhalen, een bak drank erbij en iets met seks. Nou, roer je goed om elkaar. En zet het op volgorde. Kaf eromheen en verkoop hem maar. Yo, als je mij gaat vragen, wat is nou de maatschappij kritische beschouwing
van het zwarte licht van Harry Mulisch. Als daar überhaupt een bedoeling achter zat van Harry Mulisch. Hè? Dan was het dat de hoogovens bij IJmuiden, hè, wat nu Tata Staal heet of zo. Dat die business die draaide op de oorlogsindustrie. Ja, want wie heeft er een hoop staal nodig? Ja, de tanks en de vliegtuigen. Nee, vliegtuigen niet, maar hè, tanks en geweren en bepansering. En, dat moet allemaal staal zijn. Nou, waar halen we dat vandaan? Ja, uit IJmuiden natuurlijk. En daar draaiden de hoogovens op. Ja. Maar ik weet niet eens of Harry Mulisch dat wel zo bedoeld heeft van mensen, de hoogovens, dat is helemaal niet Nederlands trots. Dat draait op de oorlogsindustrie. Of nou, niet helemaal natuurlijk. En trouwens is het wel waar. Maar dat is de ondertoon die je kan lezen in het zwarte licht van Harry Mulisch. Daar heb ik het hele boek mee gehad. Voor de rest, ja, een bizar verhaal, brute verhalen, seks en drank. Ja, heel onderhoudend. En mooie zinnen. Ja. Zinnen die lekker lopen. Ja. Ja, nou, en? Ja. Neem een schilderij van Karel Willink, Simon de Pilaarheilige. Ik weet niet of je dat kent. Als je het niet kent, nou, ga alsjeblieft als een sodemieter en koop er een poster van. Hang hem in je woning. Ga daar dagelijks een jaar lang of meerdere jaren lang dagelijks naar kijken. En ga je dan afvragen na al die tijd waarom je iedere keer weer naar dat schilderij, een poster, blijft kijken. Het antwoord heb ik hier in mijn kast. In het boek Metabletica der Materie van Van den Berg. Die uitlegt dat er in dat schilderij, daar zit een verborgenheid achter. En die heeft te maken met wiskunde en de geschiedenis van de mensheid. En Simon de Pilaarheilige was denk ik een karakter uit de Bijbel. Maar dat weet ik niet zeker. Ik wil maar zeggen, de schilderij van Willink, Karel Willink, daar zit dus iets achter. Dat is betoverend. En nu ik dit aan jou verteld heb, nou is het helemaal betoverend voor jou. Want nu ga jij denken, ja, Perry zag wat, Perry zag wat. Wat zag Perry dan, wat zag Perry dan? En blijf jij dus ook kijken. En als je één keer begint met goed te kijken, blijf je kijken. En laat je nooit meer los. Dat komt omdat daar een boodschap in zit. Een verhaal, een waarheid zit erin. En die ga ik lekker niet verklappen. Dan moet je dat boek kopen, De Metabletica der Materie. Dat is vast nog wel te krijgen. Van den Berg. Van den Berg was in het dagelijks leven een psychotherapeut. Hij was een psychiater. En die hielp dus geesteszieke mensen. Dus niet een man die alleen maar in de ruimte liep te lullen. Nee, die had zijn praktijken. En mensen met ernstige problemen kwamen bij hem. Goede beschouwingen van hem. Het boek Metabletica is al erg goed. Heb ik hier ook. En Metabletica der Materie is geweldig. Dus geweldig, in één woord geweldig. Nou, zoiets als in de beschouwing van Van den Berg. Maar ja, dat is dan geen roman. Hè? En dat schilderij van Willink, dat is wel gewoon een schilderij. Maar daar zit dus een boodschap in. Er zit een waarheid in. En die mis je bij het zwarte licht of ik heb er overheen gelezen. Ja, en de ontdekking van de hemel, ja, wat is dat meer dan, hè? Neem een idioot verhaal
met brute scènes, seks en drank. Oh ja, een toevallige samenlopen der omstandigheden. Nee, De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch wordt gezien als zijn grootste boek. Maar... Nou, gooi het maar in mijn pet hoor, het zegt mij niks, helaas. Het is jammer, maar helaas. Ik heb er misschien overheen gelezen. Nou, onder deze uitzending staat een reactiesectie. Mag jij typen van, nou moet je nog een keer ontdekking van de hemel op pagina 400 kijken en daar staat. Ja, leg het mij uit. Ik ben begonnen met lezen toen ik 6 was. Ja. En ik las toen romans, ja, kinderromans, gewoon verzonnen verhaaltjes, voor 6-jarigen. En je mocht dingen kopen over, lenen over de natuur. Over vogels heb ik heel veel boeken gehaald. Er zaten dan foto's in en dan probeerde ik die vogels na te tekenen. En dan die verhaaltjes lezen over de kiekendief. Dat is een roofvogel en die eet kleine vogeltjes van andere soorten. Die ook. Dat is toch gemeen, hè? Als je dan andere vogels opeet, dan eet je toch niet de kuikentjes op, zeg. En dan eet je toch iets op van je eigen leeftijd, of niet? Nou, moeder natuur is daar wat ruimhartiger in. Ja, al die boeken heb ik weer met stapels mee naar huis genomen, man. Echt stapels, hè? Wauw. Dus ik weet wel waar ik het over heb als ik het heb over boeken. Ik weet na mijn scheiding dat de ex die had ongetwijfeld via een mannetje, ze daarvoor geregeld, allemaal dozen geregeld, heel veel. Er waren hele stevige kartonnen dozen waar groente in had gezeten. Ik denk zware kolen of zo. Bloemkolen, groene kolen, rode kolen. En al mijn boeken had ze daarin verzameld. En die heb ik allemaal hier naar mijn nieuwe flat gehaald. Dus zat ik naar die partij boeken te kijken en ik keek naar mijn flat. En ik dacht, daar heb ik geen boekenkast voor. En ik heb ook geen zin om zo'n boekenkast hier te gaan... fabriceren. Ja, zo groot is het hier niet. Dus heb ik Wim uitgenodigd, Wim Kruidentuin. En gezegd, Wim, heb je zin om langs te komen? Dan gaan we mijn boeken even filteren. En alles wat ik niet dermate interessant vind, dat gaat naar het antiquariaat. Die is inmiddels failliet, dat vind ik jammer. Nou, Wim kwam met de auto, met de Clio. En wij zo heel gezellig door al die boeken heen. En nou, ik heb dus alles bij elkaar. Ongeveer 4 meter boeken behouden. Maar iets minder misschien nog wel. Ik denk, dat is genoeg. En Wim zo, en de rest dan? Ik zei, ja, dat gaat allemaal weg. Nou, zei Wim, maar dit is zonde. Oh, dat wil ik, mag ik dan? Ik zei, ja, je kies maar uit wat je wil. Ja, Wim komt helemaal vanuit Noord hier naartoe. Nou, natuurlijk mag hij, neem maar mee wat je wil, joh. Dus heeft Wim iets van 10 boeken of zo meegenomen. En de rest in de Clio, naar het antiquariaat, en de dozen daar naar binnen gesjouwd. En die man die keek er zo naar en die zei, oké, 3 tientjes. 30 euro. Oké, zei ik, verkocht. En Wim zei, nou,
Het is schandalig weinig geld. Ik zeg, maar maak het uit, man. Nou, die Clio die stond geparkeerd op bij de Lutherse kerk. Nee, dat is Hugenotenkerkje. Dat is Calvinistisch, Frans-Calvinistisch kerkje. Dat is een parkeerterreintje daar. Daar stond de Clio en ik zei tegen Wim, kom, we gaan naar de kroeg en we sapen het op, ja. Dus Wim moest lopend naar huis, maar dat is niet erg. Hebben die 30 euro opgezopen. Nou, toen hadden we natuurlijk dorst gekregen. Dus toen hebben we nog 30 euro opgezopen. En toen zijn we naar huis gegaan. En ik heb nu dus de erfenis over van al die jaren. Dat vind ik wel leuk hoor. En ik heb van de romans heb ik nog maar heel weinig over. Maar de romans die ik nog heb, dat zijn leuke romans. Waaronder Het Zwarte Licht van Harry Mulisch moet ik zeggen. Ja, die is dan toch blijven staan. Maar Ontdekking van de Hemel, die heeft het... Ah, sorry hoor, maar die heeft het niet overleefd. En nog wel meer boekjes die ik allemaal had. Ja, dat is allemaal weg. Maar van de romans heb ik dus Het Zwarte Licht van Harry Mulisch heb ik nog. En een romans van Charles Bukowski, die Amerikaanse schrijver. Van Duitse origine. Wat ik van hem heb, heb ik allemaal bewaard. Heb ik geen één boek van weggedaan. En Jan Arends heb ik nog wat van. Caveman heb ik van hem. En de verzamelde gedichten. Jan Arends, een leuke, zwaar depressieve Nederlandse auteur. Heeft hij zelfmoord gepleegd of zo? Dat weet ik niet. En het merendeel der boeken dat ik hier heb, dat valt onder de categorie beschouwend. Of historisch. Ik heb de biografie van Yahya Kar, geschreven door Yahya Kar, van Yidu Krishnamurti. Interessant boek. Heel zorgvuldig opgeschreven. Ik heb hier Dianetics van L. Ron Hubbard. Dat is stichter van de Scientology-kerk. Het boek Dianetics van hem, dat heb ik hier. Ik heb Waren de Goden, Cosmonauten van Erich von Däniken, heb ik hier. Ik heb hier De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky. Ah, dat is echt om je vingers weer af te likken. Als je weet waar je het over hebt. Ik heb het boek van Daniel C. Dennett. Consciousness Explained. Dus het bewustzijn verklaard. Ik noem dat bij mij dan tweede orde beschouwend. Hoor. Een eerste orde beschouwend is Van den Berg met Metableticas in twee delen. En Heidegger, een hele stapel. Schopenhauer, Kant. Choran ook. Oh, Osho ook. Osho, goede schrijver. Bhagwan is dat, hè? Goede schrijver. Het enige punt van kritiek dat je kan hebben op meneer Bhagwan is dat hij dat deed met die van neuk maar in de rond als konijnen. En dan kom je tenminste van dat drama ook af. Want nou, daar heeft Osho wel een punt gehad. Dat heel veel mensen zijn gefrustreerd op dat seksuele terrein. En frustratie is niet goed. En die seksuele frustratie die is zo hardnekkig. Dus daar kan je beter maar wat aan doen. En daar heeft hij wel een punt. Maar zijn remedie om dan maar... Dit gaat niet per se over Osho of Bhagwan. Het gaat over de merkwaardigheid van de Bijbel. En dat ik mijn oordeel over de Bijbel baseer op kennis van heel wat boeken. En dan blijft de Bijbel... die blijft daar met kop en schouders bovenuit stijgen. Boven alles. Boven de Dhammapada, boven de Bhagavad Gita. Dat is toch een onderdeel van de Veda's, of niet?
Bhagavad Gada met dat karakter. Hij heet ook wel Partha. Krishna heet hij. Volgens mij ben ik hem kwijtgeraakt. Dat is jammer. Maar dan kijk je naar al die boeken. En dan zet ik de Bijbel erbij. En denk ja. Het is niet zo dat die andere boeken waardeloos zijn. Of grijze brei. Maar ze zijn niet zo opmerkelijk en merkwaardig als de Bijbel. De Bijbel, daar is lang aan geschreven hoor. Om maar wat te zeggen. Ja, bij de Koran, volgens de officiële lezing, is de Koran geschreven door Mohammed. Gods vrede zij met hem. Dat bij het leven van hem. Hij was geïnspireerd door Allah. Hè? Nou, dan is dus de Koran geschreven in een tijdsbestek van 30 jaar. Nou, iets minder, denk ik. Maar er is een ander verhaal en dat luidt dat de Koran is geschreven in opdracht van het Vaticaan. En dat ze daarmee begonnen zijn in de tijd van Augustinus. Die kerkvader. Nou, dat houdt in dat aan de Koran geschreven is over een periode van iets meer dan een eeuw. Twee eeuwen. Even kijken hoor, wanneer was Augustinus? Kerk. Vader Augustinus. Oh nee, wacht eventjes. Nee, dat zeg ik fout. Augustinus leefde in de vierde eeuw al. En dat is de eeuw waarin de Koran kwam. Maar goed, als het dus afkomstig is van de katholieke kerk, dan is het geschreven, punt 1, door meerdere mensen. En hebben ze daar de tijd voor genomen? Want waarom zou je je haasten? Dus wel, ja, ik vind het erg aannemelijk hoor, dat de Koran afkomstig is uit de krochten van het Vaticaan. Het verklaart in één klap waarom zowel dat Vaticaanse geloof, dat Romeins-Katholieke gebeuren, als de Mohammedanen, waarom beide stromingen spreken van dezelfde dingen. Zoals bidden bij herhaling, repetitief bidden. Hè, ze, Rooms-Katholieke mensen hebben zoiets als een rozenkrans, maar dat hebben Mohammedanen ook, hè. En als je kijkt hoe een non eruit ziet, ja, dan hoef je niet zoveel fantasie te hebben om te zien dat dat kleed een beetje lijkt op dat van waar Mohammed zijn vrouwen mee bedekte. Zo'n burka of een niqab. En dan heb je dat fenomeen van bedevaarttocht. En dan heb je nog meerdere fenomenen. Als je dat interessant vindt over de gelijkenissen tussen de Koran of het Mohammedanisme en het Rooms-Katholieke geloof, dan is daar een hele mooie lezing over gegeven door Walter Veit. En Walter Veit, een van zijn kanalen vind je onder deze uitzending. Moet je even naar beneden scrollen. Moet je toch een keer kijken bij die linkjes. Ik zou er even de tijd voor nemen. En Walter Veit die bespreekt dat. Dus dan moet je even zoeken naar... hij gebruikt het woord islam, dacht ik. De Catholic Islamic Connection. Katholieke islamitische connectie. Islamitisch, ik gebruik dat woord niet, want dat is geen Nederlands. Bestseller is ook geen Nederlands. Uploaden is geen Nederlands. En wij spraken nooit van islamieten of moslims. Wij hadden het over Mohammedanen. Want we kennen die mensen al heel lang. Die stroming kennen we al heel lang.
en ze heten Mohammedanen. En zo noem ik ze nog steeds. Ja, maar je hebt ook die mensen, dat zijn Alewieten. En dat zijn geen volgelingen van Mohammed, maar van zijn neef. Ja, dat was de neef van Mohammed, of niet? Nou dan. Dat is Mohammedanen dus. Of je dat nou eerste orde, tweede orde, derde orde, maakt niet uit. Het gaat allemaal om Mohammed. God zegen zij op hem. Dus de Bijbel vergelijkt met de Koran. Ja, ja zie ik. Ja, dan zeg ik dus, doe mij maar de Bijbel. Hoor. In de Bijbel staat uitdrukkelijk, je moet niet repetitief bidden. Dat is verboden. Ja, nou, klaar. Dus je rozenkrans, die kan je weggooien. Die heb je niet nodig. Overbodig spul. Echt mee. In de Bijbel staat ook, het Nieuwe Testament is dat, zoiets als vasten. Hè? Natuurlijk mag je vasten, als je dat wil. Waarom niet? Hè? Maar belangrijk is in deze dat het is niet zo dat jij je lichaam rein houdt of besmet of zo met dat wat je wel of niet eet. Dat zegt Christus letterlijk. De mond is een bepalende factor voor de reinheid van jezelf, maar dan niet in de dingen die je eet of drinkt. Nee, in de dingen die je zegt. En daar slaat Christus de spijker op zijn koppen. En zo kan ik nog wel even doorgaan hoor. In het boek Openbaring wordt gesproken over het getal van het beest. Dat is het getal van een mens. En dat getal is 666. En pak je periodiek systeem der elementen er maar bij. En dan zie je dat daar staat koolstof. En waar zijn wij uit opgebouwd? Koolstof. En wat is een beest? En los van een wilde beest of zo. Ja, een beest, dat is een mens die ongelovig is. Het is een wandelende zak met koolstofatomen. En dat is evil. Er is niets een groter kwaad dan de ongelovige mens. Getuigen Auschwitz en de massaslachting in Kroatië en de oorlog in Vietnam en ja, ga maar even door. De aanslagen van 11 september, ja, ga maar even door. Dat is het beest. En dat beest heeft een getal. Dat is 666. Zo staan er in de Bijbel nog veel meer dingen. Zo staat er in de Bijbel ook dat Eva, dat is een manin. Het wordt niet eens vrouw genoemd, het is een manin. Het is de assistent, het is de hulp, het is de toeverlaat, het is de. Ja. Ja, het is de tweede. Dat maakt er maar geen donder uit, maar de vrouw zegt: ja, maar dan ben ik achtergesteld volgens de Bijbel. Ja, het punt is: de vrouwen zijn de enigen die kinderen kunnen baren. En als je dus een vrouw dan zonder meer gelijk stelt aan de man, dan is zij daarmee dus. Voorgetrokken. Want in de biologie is zij superieur. Als het gaat om het nageslacht. Zij heeft al die plus van het feit dat zij de enige is die kinderen kan baren.
En die zielige mannen maar. Ja, wat moet ik dan doen? Nou, wat dacht je ervan om jezelf dood te werken? Nou, dat is het lot van de man. Nou, en hoe breng je dat in evenwicht? Nou, door die man, die moet je naar boven duwen. En die vrouw, die moet luisteren naar die man. En die man accepteren als autoriteit. En God heeft er goed voor gezorgd. God heeft ervoor gezorgd dat mannen heel veel moraliteit hebben. Meer dan vrouwen. Niet allemaal natuurlijk, maar in de regel. Mannen hebben meer gevoel voor eerlijkheid. In de diepte dan. Vrouwen zijn ook wel moreel, maar ze hebben minder dieptebesef, minder historisch besef. Ik kan een hoop voorbeelden gaan noemen, maar dat doe ik niet, want ik heb het over de Bijbel. Ik pak er maar even wat uit. En dat de Bijbel in elk geval erbij stilstaat dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen. En daar ook een oplossing voor biedt. Namelijk, die man die moet zijn denken laten leiden door Christus. De baas van de man, die heet Christus. Of de kerk. En hij geeft leiding aan de vrouw. En de baas van die vrouw is dus de man die wiens baas de kerk is. En die vrouw op haar beurt is de baas van de kinderen. En de kinderen worden geleid door de moeder, die geleid wordt door die man. En die man wordt geleid door de kerk. Nou, zo heb je het helemaal klaar. Ja, maar in de kerk worden allemaal kinderen verkracht. Dat is de katholieke kerk, ja? En daar moet je nou over ophouden. Want dat wordt niet bedoeld met kerk. Als ik het heb over kerk, heb ik het over de gemeente. De club. De gemeenschap. De samenkomst. En dat ook wel. En mannen zijn veel beter in samenwerken. En, ja, dat is al lang aangetoond. Dat heeft te maken met het hormoon testosteron, by the way. Want als je vrouw moedwillig testosteron geeft, dan gaan ze formeel gesproken beter samenwerken. De vraag is of dat op de termijn dan ook opmerkelijke resultaten blijft scoren. Dat hebben ze nooit uitgeprobeerd. Maar het korte termijn effect is dat als je vrouwen testosteron geeft, dat ze beter gaan samenwerken. Dat is proefondervindelijk vastgesteld. Jojo. Nou, dat waren zeker mannen die dat verzonnen hadden. Ja, dat denk ik wel, ja. En ook de statistiek die erachter zat, waarmee je kan aantonen dat het slikken van testosteron significant uitmaakte, dat is ook door mannen uitgevonden. En ook het feit dat het experiment dubbelblind werd uitgevoerd, dat is ook door mannen uitgevonden. Ja. Maar de vrouwen, die mochten de proefpersoon zijn. En die hebben de gratis testosteron gehad. En ze hebben dat netjes van tevoren te horen gekregen. Want iedere vrouw zou een pil moeten slikken, elke dag eentje of zo. En ze wisten dan ook, sommigen van ons krijgen dan een pil en daar zit testosteron in. En anderen van ons krijgen een pil en daar zit helemaal niks in. En aan de pil kon je niet zien of er testosteron in zat. En er zat zo weinig testosteron in dat je het niet kon proeven. En trouwens, waar smaakt testosteron naar? Ik denk helemaal nergens naar. En degene die die pillen verstrekte, ja, die wisten niet welke pillen testosteron bevatten. Die hebben alleen maar genoteerd van Marie van der Brugge krijgt pil nummer 13. En degene met de lijst in welke pil testosteron zat, die was niet aanwezig bij de pilverstrekking. Dat heet dubbelblind. Een methodiek verzonnen door een man. Het is allemaal wel simpel hoor. It's a man's world, toe. Ja, is het een keer zo. En als die vrouwen de baas worden, dan krijg je één grote puinhoop. En dat heb je momenteel.
En dan heb je de vrouw en die zit bovenop het beest. Ja. En als de vrouw plaatsneemt op het beest... dan kan je naar huis. Dan zitten we midden in de openbaring van Johannes. En that ain't no good. Of juist wel, want dan zijn we er maar vanaf. Het flauwe is dat Johannes niet heeft verteld in het boek Openbaring. Ik heb het over de opmerkelijkheid en merkwaardigheid van de Bijbel. Hè? Hoe lang het gaat duren. Dus de antichrist, die is er dus. Dat weten wij. Die is er al 2000 jaar. Maar wanneer komt Jezus nou terug? Jure Kliesman zegt over 150 jaar. Schat hij dan in, hè? Ja, dat kan je zeggen. Ik snap ook heel goed dat Jure Kliesman dit ook... een van de redenen waarom Jure Kliesman dit makkelijk kan zeggen... is dat tegen de tijd dat het over 150 jaar is... en stel Christus is niet teruggekomen... ja, hoe kunnen we dan gaan klagen bij Jurk? Want Jurk is nou toch al vet in de 40... dus tegen die tijd zou die 190 moeten zijn. Dus ja, Jurk zegt dan eigenlijk... ik ga eerder dood dan dat Christus terugkomt. Ja, dat denk ik ook. Dat ik eerder dood ga voordat Christus terugkomt. Ik zie momenteel nog niet zoveel vooruitgang eigenlijk. Behalve dat mijn eigen beschouwingen steeds beter worden. Maar is dat wereldschokkend? Wow, denk het niet. Nee, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze beschouwing over de opmerkelijkheid en merkwaardigheid van de Bijbel. En ik hoop dat jullie de moeite nemen om dat boek nog een keer, tenzij het nu al kent en heb je dit hopelijk een goed verhaal gevonden. Maar stel dat je nou hierdoor dacht van, nou, het is misschien, ja, dan, ja, dan wil ik er ook wel eentje in huis hebben. Nou, Boekhandel de Fakkel. Dat is een Nederlandse organisatie, die hebben meerdere boekhandels. En ze hebben een website. En dan kan je Bijbels kopen in alle soorten en maten. En een mooie Statenvertaling. Ja, die ik hier heb, die is €14,50. En dan heb je nog wat verzendkosten. Dat heb je natuurlijk niet als je, ja, als je het combineert. Ga je lekker een middagje naar Arnhem. Dat is best leuk. Het station ligt natuurlijk midden in het centrum. Je bent hier zo. Boekhandel de Fakkel kan je ook zo vinden. Zit in de Koningsstraat. En dan ga je lekker naar Café de Wacht. En dan komt er een keer, is ook een keer een leuk en aardig iemand. In plaats van al die dronken zatlappen. Nee, er komt ook heel veel jeugd. En ze hebben er ook warme chocolademelk met slagroom. Ik weet nog een keer dat ik daar binnenkwam. En dat ik dan puur om te zeiken, dat ik ze zei, mag ik een warme chocolademelk met slagroom? En Sander, die stond achter de bar, die zei, ja, dat is goed. Ik dacht, wow. Het was een grapje. Want ik ging ervan uit dat ze dat daar niet zouden verkopen. Nou, zei, dat verkopen we ook. Zei, dat meen je niet, man. Ja, zei die, soms willen mensen dat. Dus dan hebben we dat. Zo. Dus warme chocolademelk met slagroom, kan je dat krijgen? Het is er nu het weer niet voor, maar ze hebben ook frisdrank en... een hele lekkere jenever. Jenever met ijs. Dat is een hele goede deal daar. Dat is echt niet te duur. En je kan dan ook vragen om een jenever met ijs met een scheutje tequila erin. Dat vind ik ook wel lekker. Jenever met ijs met een scheutje tequila. We kennen ze daar wel. Jenever Plus. Dat heb ik uitgevonden. Dat is ook lekker, jenever met ijs en niet een scheutje tequila, maar een scheutje Cointreau. Dat is ook lekker. Of jenever met ijs en een scheutje ouzo. Dat is ook lekker. Dan heb je toch een smaakje aan die jenever, snap je? En dan betaal je €2,75. Jenever met ijs was €2,50 in die dagen dat ik daar nog kwam en stevig aan het drinken was.
Een streetcafé is een leuke tent. Nou, je kan de Korenmarkt, heb je allemaal restaurantjes. En Arnhem is een leuke, gezellige, genoegelijke stad. Nou, dan heb je niet die verzendkosten. En dan haal je lekker een Bijbel bij Boekhandel de Fakkel. Hele aardige mensen. En zeker als het je eerste Bijbel is, dan vind je daar wel een Bijbel naar je smaak. En als je echt heel specifieke statenvertaling wil van minimaal zoveel centimeter, dan zou ik even bellen van tevoren als je hem komt halen. Dan zorgen zij ervoor dat ze hem in huis hebben. En anders kan je altijd nog via internet bestellen, wordt hij thuis bezorgd. Ik zou het doen hoor. Al was het alleen maar om op te scheppen tegen vrienden en vriendinnen. Dan doe je net alsof jij erudiet bent. En ik klap lekker niet wat het woord erudiet betekent. Ga er voor opzoeken. Hé hey, jongens en meisjes, dames en heren. Ik zeg op zijn hamburgers tjus. En dag toekomstige Bijbelbezitters.